omdat het van, ook van de mensen zijn die verklaard hebben dat ze mee willen doen met de groene golf. Dus een lijn begon en zei wie wil er meedoen? Nou, het groene idee café, idee winkel thee. En heel gelukkig. Appel heeft een extra duwtje gegeven waardoor ze net op gang kwamen. En hier gewoon een rijtje van dingen, maar er zijn nog veel meer grote projecten die daaruit voortgekomen zijn. Gegraven om de historische binnenstad. En we hebben net gezien de vestingwallen en bolwerken die nog voor een groot deel herkenbaar zijn. En ook redelijk gerestaureerd. Het is ontstaan om een groen ideecafé op te zetten, waarbij het doel was om groene burgerinitiatieven te stimuleren. Waar ben ik naartoe? Nou ja, het belangrijkste is dat we verder willen in de stad, meer stadslandbouw, meer biologische producten op de tafels voor mensen. Kortom, een plek die bruist van de energie om daadwerkelijk de kansen die dus de omslag naar een duurzaam leiden in een duurzame wereld met zich meebrengt te gaan benutten. De regio heeft namelijk veel organisaties die een biobased basis hebben. Denk bijvoorbeeld aan Heineke, aan de Flora Holland en het Bioscience Park. Maar ook belangrijke kennisinstituten zitten hier, zoals Universiteit Leiden of het Kenniscentrum Plantenstoffen. Het lijkt me dan ook waardevol om dit gedachtegoed in een tijdelijke interactieve tentoonstelling te gieten. Eigenlijk wil je ook weten niet alleen wat biodiversiteit is, maar ook wat de stand van zaken daarvan is. En of je bepaalde doelen die je geformuleerd hebt inderdaad bereikt. Het is leuk om ideeën te verzinnen, maar zodra je gaat nadenken over hoe het moet worden ingepast. Ja, fantastische avond. Leuk om te kunnen netwerken met andere groene betrokkenen. Ja, leuke ideeën zijn er en veel verbindingen mogelijk. Dat we er een mooie draai aan kunnen geven aan het groene Leiden. Ja, het is leuk om je oude ideeën die we destijds met het biodiversiteitsactieplan hadden, om die weer terug te zien. En hopelijk komen er nu met zoveel meer mensen die dat idee weer overnemen een stapje verder. Over groen gemeentebeleid. We hebben het erover dat het niet zo consequent is. Dat aan de ene kant allemaal mooie plannen liggen. Anderzijds wordt er nog steeds heel veel groen weggehaald. Waarvan we regelmatig denken, ja, had dat niet anders gekund? We hebben het over initiatieven opzetten in Leiden. Duurzame initiatieven. En eigenlijk samen met overheid, samen met bedrijven en samen met bewoners. Dus heel divers, samenwerking. En, Nou, we hebben het ook over Amsterdam en hoe Amsterdam een voorbeeld kan zijn voor Leiden. Amsterdam doet heel veel op het terrein van communicatie, is vooruitstrevend. En we gaan denk ik nu leren in Leiden van ook wat Amsterdam doet. En heel concreet hadden we het nu over een project om in de stad, in de burgemeesterswijk, een zonnecentrale op alle daken te leggen, alle platte daken. Wij willen twee dingen. Wij willen ondernemers helpen om veel duurzamer te gaan werken. Er wordt nog heel veel voedsel verspild in de horeca. Er wordt veel onnodige energie verbruikt. De menukaarten zijn nog niet erg duurzaam. Daar gaan we ondernemers mee helpen. Maar we willen ook de consumenten mobiliseren om veel bewuster uit te gaan. En goed te kiezen waar zij consumeren, wat ze consumeren. En aan de ondernemers kenbaar te maken wat ze belangrijk vinden op het gebied van duurzaamheid. Roos van Springzaal. Oh nee, dat zijn al nog schoolpleinen die door de gemeente vergroend zijn. Deze avond heeft me veel contact opgeleverd, zowel met bekende als onbekende mensen. En die contacten hebben ook tot allerlei nieuwe ideeën geleid. Dus ik heb heel veel nieuwe stimulans gekregen om daarmee aan de slag te gaan. En ik vond dit wel een zeer inspirerende avond. Wat ik ook zie is bijvoorbeeld dat er heel veel kennisinstellingen zijn in Leiden die
veel kennis hebben en veel dingen zouden kunnen betekenen voor Leiden. Maar daar is, weet ik nog niet zo goed of dat allemaal wel helemaal wordt uitgenut en of er niet nog meer samenwerking mogelijk is tussen de instellingen en de gemeente en verschillende andere organisaties. Dus dat zou mooi zijn als het meer bij elkaar kan komen en iedereen van elkaar kan profiteren. Het was een geweldige avond. Ik ben ook verrast door nieuwe mensen, nieuwe gezichten. En ja, daar kan je alleen maar op hopen. En er is veel uitgewisseld. En ik heb al 10 dingen waarvan ik denk daar wordt op doorgegaan. Want wat ik wel wil is dat het enthousiasme van vanavond, dat we dat niet zomaar verloren laten gaan, maar dat we daarop doorgaan. En we hebben al de Groene Dakenavond, de hele Fietenavond. We hebben Bijen en Bloemenavond, Invitaliseren, Duurzaamheid in alle aspecten in het Singelpark. Nou, en nog wel 6 andere. En daar ben ik gewoon heel blij mee dat er zoveel enthousiastelingen bij elkaar waren.